Anthony in Delft. Ja, Anthony in Delft. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat is een heel bijzonder complex. Midden in het centrum van Delft. Naast het station van Delft. Alleen, dan zou je zeggen, oh, daar heb ik allemaal geluid van die treinen. Zeker niet, want de gemeente Delft, precies, die heeft besloten om dat ondergronds te doen. En dat is inmiddels gelukt. Anthony is een multifunctioneel gebouw, ontwikkeld door Smits en Vinkbouwbedrijven. En die hebben daar gemaakt, in dat gebouw dus, een mooi hotel, een aantal studio's en 11 grote appartementen. Die verkoop ik. En daarvan hebben we nu ongeveer de helft verkocht. Gaan we even naar kijken. Graag. Leslie de Ruiter van Christie's International Real Estate heeft ons meegenomen naar Delft, waar we op veilige afstand van elkaar een bezoek gaan brengen aan nieuwbouwproject Anthony. Leslie, we zijn aangekomen in Delft bij een heel bijzonder nieuwbouwproject. Een zeer bijzonder nieuwbouwproject, mag je wel zeggen. Anthony, een multifunctioneel complex waar wij de hele mooie appartementen verkopen. Dat zijn er 10 stuks. Eigenlijk zijn het allemaal appartementen met penthouse allure. Met een heel groot balkon bij elk appartement. En het allermooiste is uitzicht op historisch Delft. Wat kan je vertellen over die appartementen? Ja, ze zijn allemaal zeer royaal. Vanaf 170 vierkante meter. Je kan ze zelfs combineren. Dan ga je richting de 400 vierkante meter toe. En elk appartement heeft 1 of meerdere grote terrassen. Anthony wordt aan het eind van dit jaar opgeleverd. En dan kan je genieten. Niet alleen van het uitzicht op historisch Delft. Maar ook van de locatie. Centraler dan dit wordt het niet. Je zit pal naast het station. Als je liever met je eigen auto gaat, zitten parkeerplaatsen in het gebouw. Dus het is een hele goede plek. En een hele mooie kans om in dat historische Delft niet in een oud pand, maar juist in een gloednieuw complex te gaan wonen. Erik, Anthony, een uniek project hier in Delft. Wat was het idee erachter? Nou, het is eigenlijk begonnen met de geschiedenis. Waar we nu staan, staan we eigenlijk op het oude perron van het station. Je ziet hier het oude station ook hierachter. De gemeente Delft is heel lang bezig geweest om die treinen onder de grond te krijgen. En daardoor ontstond hier een unieke bouwlocatie dichtbij het historisch centrum. Dat gaf de gemeente de mogelijkheid om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. En op deze plek, dus op de hoek, was de mogelijkheid om een groot multifunctioneel gebouw te bouwen. En wij hebben daarop ingeschreven en uiteindelijk is het ons gelukt om dat te gaan realiseren. Het gebouw is ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau Studio Nine Dots. Het wordt gebouwd en het is ontwikkeld door een combinatie van 2 bouwbedrijven. Smits Bouwbedrijf uit Beverwijk en Vinkbouw uit Nieuwkoop. Zijn er nog wel woningen beschikbaar? Ja, we hebben er nog een paar te koop. Het grootste gedeelte is verkocht. We hebben er op dit moment nog een stuk of 4 te koop. En daarvan nodigen we mensen van harte uit of voor een gesprek bij ons op kantoor. Maar wat we ook kunnen doen, moet je eventjes je oude spijkerbroek aan en een bouwhelm op. We gaan gewoon met de mensen in het gebouw. Kan je nog invloed uitoefenen op de woning die je koopt? Jazeker. Kijk, aantal dingen zoals bouwkundige en constructieve muren, dat staat natuurlijk vast. Maar los daarvan hebben we natuurlijk nog alle keuze tussen wandafwerking, keukens, sanitair, de vloer. Waardoor je er echt van elk appartement in Anthony je eigen droomwoning kan maken. Ik begrijp, je hebt er nog 4, hè? Ja, nog 4. Van de week een penthouse nog verkocht. Penthouse is verkocht van de week en getekend. 1,5 miljoen. Precies, en dat is nog niet eens het grootste. Want we kunnen, zoals ik in het filmpje zeg, ook nog combineren. We hebben ook nog een mooie duplex beschikbaar. En die kunnen we uitbreiden tot 400 vierkante meter. Als je echt van ruimte houdt. En als je mensen erin willen, dan kan. Ja, we gaan dit jaar opleveren, zeggen de mannen van Smits en Vinkbouw. Dus die gaan wel door.